Minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie is niet helemaal tevreden over de resultaten van het afgelopen jaar. Volgens hem heeft het ministerie een bepaalde taak en als minister was hij niet altijd tevreden over de uitvoering. Het kan altijd beter en efficiënter, zegt Pengel. Maar wat wel ook van ons verwacht werd, is dat wij inspelen wanneer er calamiteiten spelen. Denkt u aan de overstromingen eerst aan het begin van de regentijd vorig jaar? En ook nog calamiteit op Ornamibo, waar er brand was uitgebroken enzovoort. Daar kunnen we niet stilstaan en bouwen op ons regulier onderhoudsprogramma. Of bij de pakken neerzitten en zeggen, kijk, we hebben een achterstand met onderhoud. Dus we gaan het beetje bij beetje op. Op dat moment verwacht de samenleving wel dat we snel reageren. En dat proberen we zo goed als mogelijk te doen. De andere reguliere programma's, ja, die lopen. Laten we zeggen de asfalteringsprogramma's. Met de grotere contractors, ons Dalian 4 project, ons landelijk bestratingsproject. En zo gaan we een aantal andere projecten initiëren dit jaar. Ik ben positief over onze performance, maar nee, ik ben niet altijd tevreden. Pengel zegt verder dat het ministerie verschillende prioriteiten heeft gesteld voor 2019. Het wachten is nu op de begrotingsbehandeling om te zien of het budget van OW wordt verruimd. We hebben een aantal, laten we zeggen, masterplannen, masterplan ontwatering, masterplan infrastructuur. En natuurlijk zouden we zoveel als mogelijk daarvan in uitvoering willen hebben. Of in elk geval bepaalde zaken beginnen te initiëren, zodat er uiteindelijk invulling gegeven wordt aan die plannen die al die jaren gemaakt zijn. Voor ons in 2019 grote prioriteit binnen het masterplan ontwatering is pompcapaciteit toevoegen in Paramaribo Noord, zodat we daar de ondercapaciteit met de sluizen die bestaan kunnen opvangen. Ook een prioriteit is het baggeren van het Saramaka-kanaal, omdat die ook voor een groot deel meehelpt met het ontwateren van Wanica en het zuiden van Paramaribo. Dus voor ontwatering zijn dat onze twee belangrijkste zaken, los van ons regulier onderhoudsprogramma. En op sommige plekken waar we eigenlijk heel snelle oplossing kunnen brengen met kleine infrastructurele werken. Dus misschien een strengduikers erbij, misschien het omleggen van een bepaald afvoerkanaal, misschien wat doorsteken maken onder de Indira Gandhiweg naar de spoorsloot. Dat soort kleine dingetjes gaan we gewoon blijven uitvoeren het komend jaar. Dus ja, ik kijk reikhalzend uit naar de begrotingsbehandeling. Ik heb goede afstemming gehad, goede vergadering gehad met de DNA-leden. Ook vanuit hun kant de input die ze hebben gegeven aan speciale aandachtspunten die ze hebben gevraagd per district of in bepaalde weken. Dat proberen we zoveel als mogelijk mee te nemen. Maar uiteindelijk keurt de DNA de begroting goed. Dus het gaat nog, we gaan nog wel over en weer moeten discussiëren. En dan zal de DNA bepalen hoeveel ruimte de minister van Financiën met de andere ministers krijgt om te besteden. Dat was Patrick Pengel, minister van OWTNC. De bewindsman blikte terug op 2018 en ging in op de voornemens van het ministerie voor 2019.